Goedemiddag, het is lekker vandaag zaterdag. Een kleine inleiding, het filmpje is ook niet zo kort. Het was een beetje een rare week qua weer. Dan weer bewolkt en nu weer bloedheet. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Zie waar ik mee bezig ben. Vind je het niet leuk, scroll gewoon door. Word lid, doe een duimpje. Maar most of all, just enjoy. Ambitie komt eraan. Er komt ambitie. Nou, oh, vangt hem zo in één keer op. Goed zo. Ja, het staat ook allemaal in de weg. Goedemorgen, Mansi. Waar ben jij? En dat is Wietse. Zit aan het water. Nu even niet. Hij ligt even onder de stoel te hijgen. Huh? Ja, met zijn balletje. Met zijn balletje. Driebond. Nooit eerder gezien. Ui. Juli, lekker windje. Ook de zon, wat regen vandaag. Dinsdag. En na vandaag zou het beter worden. Nou, we zullen het zien. Wietse erbij. Wietse, is dat weer beter, hè? Ja, is dat weer beter? Ja. Waar is je balletje? Is je balletje bij oma? Ja, balletje bij oma. Ah, er komt nog een bootje aan. Ja. Wietse kijkt ook eventjes naar buiten, Wietse. Ja. Ja, en de brug gaat zakken. Een kleine bootje, ik kan er wel onderdoor. Dan kunnen we daar misschien nog even
voorbij zien scheuren. Dat is vreemd. Best windje hoor. Vergis je niet. 16 juli. Hey, hallo. Ik ga jullie iets hartstikke leuks vertellen. Vandaag zijn we hier in Idaart en ik ga mijn eerste expositie doen hier in het kerkje van Idaart. We hebben kerkenpaard en dat is geloof ik nog 8 keer en het is elke zaterdag van 12 tot 5 uur open. Dus ik zou zeggen, stap op je fiets en maak een leuke kunstroute langs de kerkjes. En niet alleen kunst, bezichtig die prachtige kerkjes die Friesland nog rijk is. Ik zal je laten zien wat er van mij te zien is. Idaart is een klein dorp onder de rook van Leeuwarden en heeft nog een kerkje dat in, tussen aanhalingstekens, bedrijf is. Hier kan men nog samen naar de kerk, er wordt dienst gehouden. Ik weet niet of het elke zondag is, maar in elk geval, je bent welkom. Dus even kijken. Hier is een kerktoren Idaart. En we gaan nu naar binnen. Al daar waar ik mijn leuke schilderijen en mijn gevulde hoedjes heb tentoongesteld. Of niet dan? Oeps. Kijk, hoep. Kijk waar je loopt. Want dit zijn grafstenen. Er staat hier trouwens op van wanneer of van wie? Nee, hè? Oh ja, hier staat wel iets. Die is van... Even kijken. Karel van Roorda. Rietman over Ida de Radeel. Sterf in het Ier. Of wat staat er? Ja, Ier. Oeh, wat is het ook alweer? M is 1000, hè? D is 500. CL is dan 420.
Wat is dan 1620? Nee, L is 50, toch? 620. 1620 volgens mij. Dat is heel goed. Het Tsjechisch is van. Nou, het Tsjechisch is van. Of jij was goed. Maar dat zal het niet. Nou ja. Kijk, want M is 1000, D is 500, C is 100, L is 50 en XX is 20. Dus 650, 680. 680, 1680. Ja, dat is dan 1670. 1670. Die is 1670. Hey, 6 maart, dat is mijn verjaardag. Nou, ook toevallig. Kijk, hier is het, het past het er net op. Ze is toch een derde. Oh ja. En de leggen al hier begraven, verwachtende een beter leven. Dus. Nou, ik zet even een paar dingetjes, 12 foto's te huren, die hebben we op het dorpsapp. Oké. Dus dan ben je naar de komende, dat betekent, sneeuw zelfs al een grote meisje te zien, en ik denk dat ik dit even op oh ja. Ik weet het niet. Facebook. Oh ja, Facebook. Nou, de abstracte kant. En landschap aan die kant. En de veldhoedjes. Nog ook even leuk om te bekijken, toch? Vies ik dat er een wat bij moet dat ze. Nou, dit is het orgel. Organist zit daar. Daar kom je binnen. Het is echt een klein smoekkerkje. Kijk, expositie van mijn abstracte werk. En het is wel even leuk om hier te binnen te kijken. Mooie glas en loodramen. Oeh, ja, kijk, mijn hoedjes. Die ik gevuld heb. En hier staan er nog een paar. Waar ik hele mooie hoedemallen voor heb gebruikt. Een glas en rood lood, de kaatsvinden, schilderijen, zie je dat? Nou, het kon hier zo uit de omgeving zijn. Zonsondergang. Het kon, ik ga het niet verklappen, maar het kon het heidenskip wel zijn. Maar het kon ook zomaar hier een idaard zijn. Nou jongens, geniet van de rondgang van het Tjerkenpaad. Tot ziens. Kijk de Wietse, hè? Die wacht op balletje, hè? Ja. We hebben net gebald. Een vrouwtje heeft je mooi geschilderd. Ja, daar. Prachtige dag. Kijk toch eens even. Bootjes varen voorbij. Ja? Iedereen happy. Ja. Iedereen happy. Ja, weet ze? Ja, dat is ook hè. Ja.